nu nog in het café druk, maar zometeen dan zal iedereen naar binnen gezogen worden. Want dan gaat hier een band spelen die een behoorlijke partij lawaai voortbrengt. Als ik er doorheen kom, ja, ik kom er doorheen. Het is gezellig druk. Mooi, de Polar Exploration Ship. Ze komen uit Den Haag. Is dat eigenlijk zo? Komen ze allemaal uit Den Haag? Even kijken, ja, ik zie allemaal ja. De meeste komen in ieder geval uit Den Haag. De Polar Exploration Ship hebben we volgens mij hier al een keer eerder gehad. In een iets wat andere bezetting, want deze meneer. Mark, hallo. Hi. Die heb ik al wel gezien, maar een nieuwe gitarist erbij. De Polar Exploration. In de bio staat iets moois wat mij intrigeert. Dat jullie de warme, dampende rocksound van de 70s, waar we allemaal zo verschrikkelijk van houden in ieder geval, combineren met de koude, alternatieve sound van de 90s. Daar zit 20 jaar tussen. Hoe slaan jullie een brug tussen die twee? Nou, er zit, we zijn wat oude lullen natuurlijk. Er zit sowieso... Aangenaam sowieso. Er zit sowieso al 20 jaar tussen, zeg maar. We spelen allemaal al meer dan 20 jaar muziek. Nou ja, daar komt het door, denk ik. Dat is het. Ik zie dat jij een gitaar om hebt. En laatst waren er heel veel mensen in Ahoy bij een bandje. En die hebben deze gitaar ook gezien. Want dat is de gitaar waar Malcolm Young op speelde. AC/DC. AC/DC. Is dat ook een inspiratiebron? Ja, zeker. AC/DC, Black Sabbath, Motorhead. Maar moet je wel heel goed luisteren om het terug te horen. Maar het is wel... goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan heel goed luisteren. En we gaan heel hard klappen voor de Polar Exploration Ship.